Sophie, goede avond. Voor de mensen die misschien nog niet zouden weten, Vlaamse Vereniging Autisme, wie zijn jullie en wat doen jullie exact met het VVA? Wij zijn een vereniging die ontstaan is uit ouders, reeds meer dan 40 jaar. Wij zijn werkzaam over heel Vlaanderen en wij proberen samen met mensen met autisme en familie meer begrip te creëren in Vlaanderen. We willen tonen dat mensen met autisme veel talenten hebben die een meerwaarde zijn in onze maatschappij. Mooi. En Jamie, jouw voorkeur ging uit naar deze organisatie. Vertel eens waarom. Ja, waarom? Het VVA is voor mij een organisatie. Ik weet ook wel heel erg nog aan het haar vlecht waarom. Ondertussen is ook wel geweten, ik ben jong met autisme. En mijn autisme zijn in combinatie met mijn homo zijn is voor mij absoluut geen evidentie geweest. Eén om de reden, ik als persoon met autisme en heel veel andere mensen met autisme ook, hebben er heel weinig zelfvertrouwen. De zelfvertrouwen is voor mij echt wel een heel groot struikelblok geweest in mijn leven. Daarnaast die mensen autisme nog steeds als een ziekte, wat dat absoluut het geval niet is. En wat dat ik ook zelf wel heb ervaren, is dat mensen al daarop een oordeel kan vormen op basis van wat ze denken te weten. En ja, niet alleen om die reden wil ik mee, en dat wil ik niet, ga ik mee de komende maanden ook meer actief inzetten voor mensen met autisme, dat dat goed op proberen te doorbreken. En zoals je ook zegt, echt wel de talent van mensen met autisme in de fix te zetten. Ja, en jullie lanceren vanavond ook een campagne. En die campagne die, is iets dat we de komende maanden ook als organisatie de wereld gaan insturen. En jullie zijn er vanavond allemaal bij, maar we gaan het campagnebeeld hier ook tentoon spreiden. Dus dan zullen we inderdaad niet langer wachten, we gaan er meteen in vliegen. Hier is het campagnebeeld. Understand, don't judge! Dankjewel, Sophie en Jamie.